Zo, we zijn vertrokken voor een nieuwe opname. Dit keer een opname over het maken van, of het belang van maken van selecties. Ik zal mijn scherm ook delen. Ik kan u een aantal dingen laten zien op de computer. Het is zo als je een... laten we beginnen met het scherm. Ik heb hier dus DevOps 2015. Ik heb hier een verzameling van foto's. Die foto's zijn genomen op DevOps 2015, wat een evenement is in Antwerpen voor ontwikkelaars. Nu... Deze verzameling is interessant omdat dit echt een dump is van wat er op dat moment van de foto's die gemaakt zijn door de fotograaf. Dus dan zie je letterlijk hier opname 5, 8, 9, 10, 20, 21. Ja, er is een van tussengevallen. Maar op zich zijn op een paar uitzonderingen na, ik weet niet wat de reden is dat die er van tussengevallen is. Maar normaal is dit een dump van echt zo goed als alle foto's. Nu, waarom is het interessant om als je een bepaald onderwerp wilt fotograferen, dus hier bijvoorbeeld een spreker die aan zijn computer het een en het ander uitlegt. Het is interessant om daar meerdere opnamen te maken, een viertal opnamen, 3 tot 4 opnamen. Omdat die persoon in beweging is aan de ene kant, dus het moment is telkens verschillend, de uitdrukking op het gezicht en dergelijke meer. Maar in een andere situatie kan het ook zijn dat er een technische reden is dat de foto... Eerst nog niet scherp gesteld is en dan een seconde later is de scherpstelling wel in orde, waardoor dat de tweede foto eigenlijk beter is. Of het licht verandert op die locatie. En dan is het interessant om dus een aantal opnamen te maken, een viertal opnamen. En dan, voordat je die opname online zet, dus dat is hier nu niet gebeurd, maar voordat je die opname online zet, om dan zelf een selectie te maken uit die 4 opnamen wat de beste opname is. Als we hier nu bijvoorbeeld kijken naar, die zijn nog aan het inladen momenteel, naar deze opname, dan zie je, dit is op zich een goede opname, de kadrering mocht iets strakker, maar op zich staat er allemaal goed op, vind ik. Als we naar de volgende gaan, dan zie je hier al een volledig andere uitdrukking. Ik vond de vorige uitdrukking subtieler, dus laten we het bij de eerste houden. Hier komen de handen bij te passen, dan vind ik dat de handen te veel aandacht vragen, terwijl dat die eigenlijk niets interessants aan het doen zijn op dit moment. En ook bij deze zijn de handen terug niet wel zichtbaar en vragen die aandacht, terwijl die eigenlijk weinig betekenis hebben op dit moment. En dan zijn we al rond bij wat de 4 opnamen betreft. Dus van deze 4 opnamen zou ik eigenlijk deze opname, de eerste, als best bestempelen. En als fotograaf is het dan aan u om die ene beste opname online te zetten. Nu, dat is iets wat hier niet gebeurd is en er is iets mis met het laden, zie ik. Als we dan terug gaan kijken naar bijvoorbeeld een ander album van DevOps UK 2015, dus ook dit jaar DevOps, maar dan in Engeland. Dan zie je dat er hier wel al een selectie gebeurd is. Dus in plaats van al die dubbele foto's die we hier hadden, daar mankeert hij nog altijd een foto, maar goed. Als we hier verder kijken, zie je dus hier zijn 4 opnamen gemaakt, hier is maar 1 opname gemaakt, hier zijn weer 4-tal opnamen, hier weer 4 opnamen. Als we bij deze opname gaan kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat zijn 3 opnamen. Vanuit het exact hetzelfde standpunt. Hè. Die wil momenteel niet laden. Als we die bekijken, dan zie je hier is de scherpstelling bijvoorbeeld niet volledig in orde. Hier is de scherpstelling... bijgebeend, ja, dat lijkt beter. En hier is scherpstelling, ja, goed genoeg. En dan is de kwestie van tussen deze 2 opnamen, dus de eerste valt af omwille van technische redenen, niet scherp. En de andere 2, dan is het een keuze wat de uitdrukking van de persoon betreft. Dus hier kijkt de persoon net iets anders dan hier. Ik vind persoonlijk deze toch het beste, iets subtieler. En zo kan je voor elke foto een selectie gaan maken. En door dan enkel die foto's die geselecteerd zijn online te plaatsen, krijg je een veel interessanter album. Kijk, je ziet hier overal aan alle kanten dubbels. Hier zijn 3500 foto's geplaatst van een vergelijkbaar evenement, maar dan wel een selectie blijven nog 1000 foto's over. Dus ja, inderdaad, stel dat we 3 tot 4 foto's nemen van elk onderwerp en haalt daar 1 uit, dan krijg je inderdaad nog 1000 foto's. En je ziet ook, ja, hier heb je nu wel deze foto met nummering 6900. Een foto die gelijk, op het gelijkaardig moment genomen is deze.
Maar dan zie je dat de nummering al 6905, dus we zijn eigenlijk al vier foto's verder. En ik denk dat er hier nog een bij stond. Ja, hier is weer 6909, is weer vier foto's verder. Dus dan zie je dat er zijn misschien wel vier foto's tussen deze opname en deze opname gemaakt. Maar dat hoeft degene die je portfolio bekijkt, die hoeft dat niet te weten. Die hoeft niet naar die hele collectie te kijken, waarbij dat dan, oké, ja, er zitten wel interessante tussen, hè. Er is niks mis met die opname. Dit is veel interessanter als kijker om al de beste foto's zelf te zien. Nu, hoe maak je die selectie? Als je op Mac werkt, dan heb je waarschijnlijk iPhoto, of had je vroeger iPhoto, dat is dit icoontje. Bij iPhoto kon je perfect, als je twee opnames selecteert, dus hier onderaan heb je een lijstje van je opnames. Als je twee selecteert, dan werden die naast elkaar getoond. Dus dat is ideaal. Nu, recentelijk is iPhoto wel vervangen op Mac door Foto's, door de Foto's-app. En daar kan ik die functionaliteit niet direct in vinden, dus volgens mij is de functionaliteit daaruit verdwenen. Als je nog de iPhoto's-app of de iPhoto-app hebt, zeker bijhouden als je die functie wilt gebruiken. Nu, als je een Nikon-camera koopt, dan heb je waarschijnlijk Capture NX daarbij gekregen. En dat is vergelijkbaar aan iPhoto, maar dan een pak krachtiger, of toch krachtiger wat betreft het bewerken van RAW-files. En RAW-files, dat heb ik denk ik al besproken, zijn eigenlijk de digitale negatieven. Hier heb ik nu op zich, ja, dit zijn wel JPEG-files, omdat dit scans zijn van negatieven, maar. En dat maakt dat we hier niet veel extra opties hebben, hè. Maar als je hier echte RAW-files hebt staan, dan heb je hier nog extra opties. Je hebt hier een lijstje van alle foto's. Maar het is zo dat ik kan. Als ik hier bovenaan de weergave verander, dan kan ik naast dat lijstje ook een vergroting laten zien. En dan zie je hier van Alisa, mijn hond, heb ik een tweetal opnamen gemaakt. Dit is wel een andere manier van werken. Dit is analoog gemaakt. Het zijn opnamen gemaakt met een spiegelreflex en een Hasselblad-camera met 120 rolfilm. Dus dat betekent dat ik maar 12 opnamen had. En dan schiet je niet vier opnamen per onderwerp. Het is ook zo als je een onderwerp hebt. Bijvoorbeeld, je trekt één persoon. Laat ons zeggen modellenwerk. Je maakt een aantal foto's van één model. Dan ga je sowieso continu zelf bewegen rond dat model. Dus dan ga je sowieso van elk moment al meerdere opnamen hebben. Omdat je van een aantal verschillende standpunten die opname probeert te maken. Nu, dat is hier ook gebeurd, denk ik. En ik ben op hetzelfde standpunt blijven staan. Maar de hond is wel. Je ziet dat de hond. Op het ene moment kijkt de hond weg van mij. En op het andere moment kijkt de hond naar mij. Qua belichting zijn deze zo goed als identiek. Als er verschil zit op de belichting hier, is dat puur omdat de opnames zijn met constante instellingen gemaakt. Dus met dezelfde instellingen. En ook het licht was constant. Maar het negatief is achteraf ingescand met de scanner. En als er een verschil zit in belichting, is dat puur door de manier waarop de scanner de foto belicht heeft. Je ziet hier al die witte rand bijvoorbeeld, dat is eigenlijk niet vast voor uw foto. Die moet ik daar eigenlijk uithalen voor ik de foto neem. Want je ziet hier hier beneden zie je mijn histogram. En je ziet dit punt zie je verschuiven als ik met mijn cursor erover ga. Dus dan zie je hier dit wit bijvoorbeeld. Wat eigenlijk het witste wit van de opname zelf is van de hond, waar het licht op zit. Dat zit zo net niet bovenaan, maar als we dan naar dit wit licht gaan, zie je alles wat hier van boven zit in de histogram, dus hier, is eigenlijk informatie van deze witte balk. Maar deze witte balk is geen onderdeel van mijn foto, dus in dat opzicht, ik had beter selectie gemaakt waarin dat die witte balk wegviel. Dan had ik een beter belicht negatief gehad, of een beter belichte scan. Maar goed. Over scannen later meer. Nu wou ik vooral laten zien hoe dat je met Capture NX als alternatief voor iPhoto of Photos app twee foto's naast elkaar kunt zetten. Dus van deze twee zou ik graag de beste selecteren. Dan heb je hier een optie. En dan kun je de voor en na of twee beelden of vier beelden naast elkaar. Als ik twee beelden neem, het werd iets minder intuïtief bij de iPhoto's app. Kon je dan dus gewoon hier van onder twee foto's selecteren. Zo. Selectie van twee foto's maken.
Bij deze applicatie moet je dus eerst hier een selectie maken. Dus het linkse gedeelte van de foto, dan plaats ik deze. En het rechts gedeelte van het scherm plaats ik dan deze foto. Dus je moet eerst dit scherm selecteren, daar een foto plaatsen, dan dit en daar een foto. Maar het resultaat is hetzelfde, je hebt de foto's naast elkaar en dan kan je perfect van deze twee foto's nagaan wat eigenlijk de beste foto is. En opnieuw, wat kan er verschillend zijn? Er kan een technisch verschil zijn, en die zijn dat ik hier misschien iets beter scherp gesteld heb, of in dit geval dus nu op dezelfde belichting, maar ik had kunnen de belichting tussen deze twee foto's veranderen. Ik zie dat ik bij deze foto links heb ik bijvoorbeeld een klein beetje gekanteld, heb ik de indruk. Alles lijkt wat schuiner te staan, terwijl het hier iets wat rechter staat. Nog altijd niet volledig recht hoor, maar toch iets rechter. Maar ik denk tussen deze twee foto's is het grootste verschil toch wel ongetwijfeld de kop van de hond. Hè. Dus hier kijkt de hond weg, terwijl dat hier de hond schuin langs mij kijkt. Dus dat is denk ik een belangrijk verschil. Dus daarmee heb ik denk ik toch wel wat info kunnen geven rond het maken van selecties van foto's. Nu, nog een voordeel van twee foto's naast elkaar staan, nu dat we de modus hier veranderen van twee foto's naast elkaar, waarbij dat je twee verschillende foto's vlijt, kun je die ook instellen in een voor- en na-situatie. Dan heb je hier, dit is de originele foto links en rechts is de foto die je bewerkt. Als je dan, ja, deze is nu al deels bewerkt, denk ik hoor, maar als ik nu bijvoorbeeld mijn histogram hier een klein beetje aanpas, een beetje meer contrast erin steek. Zo, nu heb ik het contrast. Ja, ik heb overdreven. Ik heb contrast wat opgetrokken. De achtergrond valt veel meer weg. De hond zelf komt meer naar voren in vergelijking met deze. Nu, dit is al iets te veel van contrast hoor. Op zich, ja, er kan, als je kijkt naar Instagram filter en dergelijke, er is iets te zeggen voor die foto op zich, voor die bewerking. Maar de hond op zich ziet er qua contrast al beter uit, toch? Het zou hier alleen in het wit zou er nog iets meer detail mogen. Hier zit dat wel weer, hier zie je bijvoorbeeld nog wat meer detail in het wit. Maar door dat contrast op te trekken, verlies ik ook detail hier, hè. Maar goed, zo kun je dus ook perfect twee foto's, een bewerking van één foto, de voor- en na vergelijken. Een zeer handige functie. En dan denk ik dat we kunnen afronden, hè. Dus, conclusie, moraal van het verhaal. Als je werkt, maak dan. Durf 3 tot 4 opnamen maken van één situatie, wat dat hier in feite een dump van ziet. Hier zijn 4 opnamen, hier zijn 4 opnamen, hier 3 opnamen van hetzelfde moment. Maar voordat je foto's online zet, verzeker je ervan dat je een selectie maakt, doordat de gebruikers die je werk bekijken, eigenlijk dit te zien krijgen. Een interessante selectie van de mooiste foto's.